Dames en heren, jongens en meisjes, ik sta hier op Gamescom en ik heb hier zojuist de game Dreadnought mogen spelen. Het zit al een beetje in de naam, Dreadnought, grote slagschepen. En ja, je kan het een beetje vergelijken met World of Warships. Je begint ook in de garage, het is ook free-to-play, je hebt customization, verschillende wapens. Alleen gameplay-wise, het is totaal anders. Origineel gesproken, wat je nu zelf kan spelen in de beta en hier op de vloer bij de consumer booth, is 4 tegen 4. Wij hebben hier een exclusive look gezien van 8 tegen 8. En dat verandert de gameplay echt totaal. Je bent natuurlijk een gigantisch ruimteslagschip. Dus het is niet zo dat je in het water ligt of een surf hebt waar je moet gaan. Nee, je kan risen, je kan dalen, je kan teleporten. Je hebt verschillende attributes zoals een shield. Dus je hebt verschillende abilities. Die kan je ook weer customizen hoe jij ze wilt hebben. En zo heeft bijvoorbeeld ook elk schip andere mogelijkheden qua abilities. De een kan een boost, de ander kan onzichtbaar worden. Je hebt ook eentje met cluster missiles. Je hebt er eentje die kan bijvoorbeeld flak cannons waarmee je dus missiles uit de lucht kan schieten die van een tegenpartij komen. Trouwens, over shields gesproken. Je hebt een energiebar. Per schip natuurlijk gewoon hetzelfde. En daarmee kan je dus instellen of je sneller vliegt. Een beetje een kleine percentage een boost hebt. Een extra shield over je heen hebt. Of je wapens per schot meer damage doen of sneller schieten. Op het moment dat je zo'n boost aanzet, voor welke dan van de drie ook, gaat dit metertje altijd naar beneden. Dus je moet heel goed plannen op welk moment jij welke boost voor welk onderdeel aan gaat zetten. Doe je dit te vroeg of te laat, ja, dan is het gewoon game over. Je moet ook heel erg opletten op hoe jouw guns gepositioneerd zijn op jouw schip. Heb je bijvoorbeeld guns die aan de zijkant zitten, dan kan je de donder op zeggen dat je alleen maar naar links kan schieten of alleen maar naar rechts en niet naar voren of omhoog. En zo geldt het ook voor de andere wapens. Zo kan een tegenpartij bijvoorbeeld ervoor kiezen om op het moment dat jij te hoog gaat om neer te komen, ja, daar heb jij geen wapens. En dan moet je dus een van je abilities inzetten om zo'n schip misschien tijdelijk even uitschakelen of ja, zo snel mogelijk weg teleporteren. Dus de game biedt heel veel tactische mogelijkheden. Dreadnought biedt een wat trage gameplay. Dit is gewoon fijn voor de tactische besluiten die je moet nemen. Maar aan de andere zijde is het ook heel erg dynamisch. Waarom? Je kan tijdens de game, elke keer dat je dood bent gegaan, een ander schip kiezen. In die situatie lijkt het eigenlijk een beetje op Overwatch. Want je kan op elk gangbaar moment een ander schip kiezen, waardoor je de dynamica van het spel gewoon helemaal verandert. Dus als de tegenpartij zo gebaseerd is dat ze hele grote logge schepen kunnen vernietigen, en jij switcht opeens naar een wat kleiner, sneller, wendbaarder scheepje, dan kan je ze dus gewoon helemaal off guard krijgen. En dit zijn eigenlijk een aantal redenen waarvoor Dreadnought echt een game voor mij is. Gewoon de tactische keuzes, niet te snel en alle personal customizations die je kan toepassen aan elk schip. Dit geeft een beetje het gevoel dat ze echt jouw eigen zijn. Ben jij net zoals ik erg geïnteresseerd in Dreadnought? Dan heb ik heel goed nieuws, want ik geef een beta key weg. Wat moet je hiervoor doen? Zet een reactie onder dit filmpje met waarom jij Dreadnought nou zo interessant vindt. En wie weet schieten wij straks al samen schepen neer.